Dichterbij heeft natuurlijk ook nog ambities ten aanzien van de toekomst. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze dilemma's blijven erkennen. Ga eens kijken bij de buren en voordat je jezelf van alles gaat bedenken. Want we hebben al heel veel goede zaken hebben we al bedacht met z'n allen. Dus wat ik heel bijzonder vind, is dat maatwerk. En dat je dat ook zo graag wil delen. Omdat je het zoveel meer mensen gunt dan alleen deze groep cliënten dan, die hier dan toevallig woont. En waar we ons nog verder in willen ontwikkelen is een stukje ambulante dienstverlening. Zodat we op plekken waar cliënten in een moeilijke situatie dreigen te komen of teams in een moeilijke situatie terechtkomen, dat we daar al wat extra hulp en ondersteuning kunnen bieden aan de voorkant. Vastgebonden op bed, naar vrijheid in de kamer, naar vrijheid in het appartement, naar de woning, naar wellicht hier op het terrein. Dat we ook zoeken naar technologische mogelijkheden om te kijken hoe we die vrijheid ook steeds meer kunnen gaan bieden. En de bescheidenheid van mensen, dat ze bijna, het vinden het zo normaal dat ze vergeten het te vertellen. Terwijl mijn kinderen zouden zeggen, mag alles wat meer shinen. Nou, dat doen we echt wel met dit symposium.